Goeiedag, ja, ook vandaag een dag met ja, bewolking, helaas. Het was een grijze, grauwe dag. Tot diep in de middag. En het was daarbij nog lange tijd keel ook met temperaturen van iets onder de 10 graden. Het best wel een beetje frisjes aan. Maar goed, we kunnen ons verheugen op de dag van morgen, beste kijkers. Want de donderdag wordt een fraaie lentedag. Nou, we gaan eerst maar eens kijken wat het vanavond en vannacht gaat doen. En dan gaat het flink opklaren vanuit het zuiden. Temperaturen zakken naar zo'n 2, 3 graden. Er kan een misbankje ontstaan en er staat maar weinig wind. Nou, als dat misbankje op donderdagochtend is verdwenen. Schijnt de zon volop. Weinig bewolking donderdag. Het is echt een prachtige dag. Temperaturen op een aantal plaatsen 16 graden. Ja, in combinatie met weinig wind zal het best wel warm zelfs aanvoelen in de middag. En ik denk dat de terrasjes toch op heel veel plaatsen overvol zullen zijn. Helaas, het duurt maar één dag. Want als we kijken naar de vrijdag. Ja, hebben we alweer te maken met duidelijk meer bewolking in het Rijnmondgebied? Dan slechts af en toe een zonnetje, 12 graden. Iets meer wind uit het zuidwesten. Zaterdag valt er een buitje bij een graad of 12. Zondag gaat een storing voor af en toe regen zorgen. Bij temperaturen van een graad of 11. Maandag weer een bui bij een graad of 10. Kortom, ja, donderdag is dé dag. Daarna wordt het toch duidelijk een aantal dagen minder. Staat er wat meer wind, gaat de temperatuur ook weer gevoelig naar beneden. Maak er een leuke dag van. Heel graag. Tot morgen.